Ik ben Peter van Rijnkels, directeur van Stichting Belleswijs. En ik vind het toch altijd wel even belangrijk dat dit soort momenten, iedere moment is, dat we heel even een officieel tintje hebben, want er is best wel wat te bespreken hier. In ieder geval wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie komst. Ik vind het fantastisch. Als ik zie hoe het buiten is en als ik zie hoe gezellig en warm het hier binnen is, vind ik het helemaal fantastisch hoe het hier op dit moment ervoor staat. Ik heb eigenlijk drie dingen die ik heel graag met jullie wil bespreken. In eerste instantie het zomerfeest. Het zomerfeest hadden we al een keer eerder willen organiseren. Dat hebben we toen wijselijk afgezegd, omdat het weer toen nog veel beroeren was. Vandaag is het best goed. Ik moet zeggen, de warmte hier binnen is super zomers, dus die houden we vast. Dank dat jullie hier willen komen. Dank aan alle leidsters die hier hard hun best hebben gedaan om het zo gezellig te maken. Dus dank aan de oude commissie. Dank aan jullie dat jullie willen komen. Een ander ding wat vandaag ook heel belangrijk is, is dat we iets te vieren. En we hebben niet zomaar iets te vieren. We hebben 25 jaar Dikkertje Dap te vieren. 25 jaar kinderopvang in Dedemsvaart. Ergens bij de sportvelden ooit begonnen, 25 jaar geleden. En langzaam deze kant op gekomen, aanvrees, pro-kind en nu Belleswijs. Ik denk 25 jaar Dedemsvaart, als ik zie hoe het er nu voor staat en hoe gezond het is en alle plannen die hier nog zijn, dan denk ik dat we er nog wel 25 jaar aanknopen. En dat is niet zomaar, dat is, oppassen, dat is maar een klein tafeltje. Dat is niet zomaar, want dat is één, omdat er hier een heleboel heel bevlogen leidsters elke dag weer heel hard aan de slag zijn. Met heel veel plezier en heel veel zorg voor kinderen. Maar ook u, dat u het vertrouwen heeft en Belleswijs, dat u toch elke dag weer samen met uw kinderen hier geniet van de opvang. Daar heb ik zometeen iets aparts voor. Ik heb nog een laatste ding en dan sluit ik hem ook weer af. Een laatste ding wat we hier, ik weet niet of het hier is, maar in ieder geval wel van belang is voor de organisatie. We hebben hier een wisseling van clustermanager. Alice de Brink, Alice kom even hier. Als het goed is bekend, Alice heeft gelukkig voor haar, ons, nou ja, wat minder gelukkig. Maar we gunnen het haar zeer een nieuwe baan bij een andere organisatie voor kinderopvang, waar ze de directieplek heeft bemachtigd. Iets wat ze heel graag wou en nou ja, goed, wat we haar meer dan gunnen en waar we haar heel veel succes wensen. Dat betekent wel dat ze hier afscheid genomen heeft afgelopen zomerperiode. Maar gelukkig, zoals we weer zijn, hebben we ook een hele goede vervangster weten te vinden voor Alice. En dat is Ellen. Ellen gaat hier nu de komende jaren aan de slag om samen met jullie, oude commissie ouders en alle collega's, er een net zo mooie locatie weer van te maken als wat die al was. En ik wil Ellen ook heel veel succes wensen de komende jaren. Als laatste heb ik dan iemand die jarig is, 25 jaar, verdient ook een cadeau. Dus ik heb zitten piekeren, wat moet je dan geven? Ik loop al een tijdje mee hier in de opvang. En ik heb geleerd dat als je aan dames vraagt wat willen jullie hebben, en dat aan meerdere dames tegelijk vraagt, dan kom je niet uit. Dus één cadeau kopen, dat lukt niet. Ik ben zo wijs om dan te zeggen, ik maak een bon en ik verbrand mijn vingers daar niet aan en ik laat jullie daarover nadenken wat je met zo'n bon zou willen doen. Nou gaat het alleen nog even over wie gaat de bon in ontvangst nemen. Jannie, waar ben je? Is het nieuw? Springen!
speciaal. Dat heeft niks met leeftijd te maken, maar Jannie heeft al die 25 jaar dat we hier met veel plezier draaien, meegemaakt. En als we, kan je erbij staan? En als we praten over ervaring en toewijding in 25 jaar, dan verdien je misschien wel om het cadeau in te vasten. Jannie, hartelijk gefeliciteerd, 25 jaar dit dag. Alsjeblieft, geniet ervan, maak er iets moois van en heel veel succes met de toekomst.